Hallo allemaal. Ik ga jullie vertellen hoe ik verliefd geworden ben. Verliefd op Unilever. Ooit, toen ik jong was, vertelde een man mij zo bevlogen over ijsjes, dat ik dacht, zo bevlogen wil ik ooit ook over het marketingvak kunnen vertellen. En toen ben ik marketeer bij Unilever geworden. Dat is nu 13 jaar geleden. Ik ga vanavond 3 verhalen aan jullie vertellen. Het eerste verhaal gaat over merken. Het tweede verhaal gaat over mensen. En het derde verhaal gaat over onze toekomst. Ten eerste onze merken. Elke dag gebruiken 15 miljoen keer per dag een Nederlander een Unilever product. Dat is ontzettend veel. We hebben heel veel merken. Waarschijnlijk kennen jullie de meeste wel. En waarschijnlijk staan ze ook in jullie badkamers en in jullie keukenkastjes te pronken. Ik noem er een paar, want we hebben te veel om ze allemaal op te noemen. Maar bijvoorbeeld Axe, André Lon, Unox, Zwitsal, Neutral, Ola, Magnum, Café Pindakaas. Wie is er hier niet mee groter geworden? Maar die merken staan voor meer dan een product. Ze staan voor emotie. En die emotie wordt gecreëerd door marketeers. Bijvoorbeeld het merk Axe. Er zitten hier veel mannen in de zaal. En ook jullie zijn tieners geweest. En als tiener ben je best wel een beetje onzeker of je meisje wel aan de haak zal slaan. Maar daar is het Axe-effect. Spray wat Axe op je en de meisjes vallen in bosjes in Katzwijn. Een heel ander merk, Unox. Unox is meer dan een rookworst of lekkere soep met balletjes. Unox is ook de nieuwjaarsduik, het is de oranje muts, het is het wintergevoel. En dat zijn merken met emotie. En die emotie kan alleen gecreëerd worden door marketeers en voor mensen. Dus mijn tweede verhaal gaat over mensen. De consument staat bij ons voorop. De consument staat centraal. Wij komen elke week bij ze over de vloer. Wij luisteren naar ze op social media. We observeren ze in supermarkten. Ik was eergisteren nog bij iemand die haar babytje verzorgde met Zwitsal. En de billetjes daarmee invreef. En het had over de geïrriteerde huid en hoe ze de was moest doen. Dus wij komen echt elke week bij mensen over de vloer. En daarvoor doen we het. Daarvoor creëren we die merken voor mensen. En dat kan alleen gebeuren door marketeers die mensen begrijpen. En die daarna willen luisteren. En wij willen echt een hele goede marketingopleiding bieden voor marketeers in Nederland. We nemen elk jaar meerdere marketeers aan. En ook de top van de top 100 marketeers in Nederland is een kwart afkomstig uit de Unilever school. Dus een kwart heeft het vak geleerd bij Unilever. En al die marketeers winnen natuurlijk mooie prijzen zoals Effies en Lookies en lampen, maar daar gaat het uiteindelijk niet om. Onze echte beloning zit in het feit dat we mogen werken voor hele mooie merken. En dat brengt me tot het derde verhaal, van de historie naar de toekomst van Unilever. In 1884 heeft William Lever het merk Sunlight opgericht. En hij had meer dan de missie van een zeep lanceren. Hij wilde het leven van alledaagse vrouwen in de Victoriaanse tijd makkelijker maken. En hij wilde echt hygiëne bieden in onhygiënische tijden toen. Tegelijkertijd in Rotterdam was er de Margarine-Unie, die merken als Sils Meisje en Blue Band hebben gelanceerd. De Van den Berg en Jurgensbroers wilden niet alleen margarine lanceren, ze wilden een goedkoop en betaalbaar en gezond alternatief voor boter bieden in de depressiejaren van de jaren 30. Beide hadden een sociale missie. Die twee bedrijven kwamen samen in 1930 als Unilever. En nu 82 jaar zijn wij Unilever. Unilever heeft gedurende de geschiedenis een missie gehad om de omzet te vergroten, maar tegelijkertijd het milieu en de maatschappij te verbeteren. Dat zit heel sterk in onze DNA. Zo doen wij bijvoorbeeld veel in de derde wereld. Wij zorgen voor schoon drinkwater. Voor tientallen miljoenen kinderen hebben schone toiletten neergezet in Azië en Afrika, maar ook dichter bij huis. Dolf heeft een hele sterke sociale missie. Hoeveel vrouwen zitten er in de zaal? Steken jullie handen op? Ik denk wel een stuk of 100. Maar 12% van de vrouwen in Nederland voelt zich mooi. Dat betekent dat maar 12 vrouwen in deze zaal zich mooi voelt. Dat moet anders, vindt Dolf. Wij willen dat alle vrouwen zich mooi voelen. En daarom hebben we deze maand de maand van het zelfvertrouwen van Dolf. En we geven jonge meisjes workshops om zich mooier te voelen. Waarschijnlijk kennen jullie allemaal wel dit beeld. Dus van het verleden tot in de toekomst wil Unilever haar verantwoordelijkheid nemen, zowel voor het milieu als voor de maatschappij, gebaseerd op mooie merken en met mooie mensen. En dat zijn mijn 3 verhalen. In de 82 jaar van Unilever heeft Unilever nog nooit de prijs gewonnen van Marketing Company van het jaar. En wij hopen natuurlijk
dat we hem dit jaar wel gaan winnen. Het zou een enorme erkenning zijn voor de marketeers die al die 82 jaar aan die mooie merken hebben gewerkt die bij jullie thuis staan. Ik heb jullie verteld hoe ik verliefd ben geworden op Unilever. En ik hoop dat Unilever ook een beetje van jullie hart heeft veroverd.